Als jij vandaag zou stoppen met werken, zou jij dan alsnog een inkomen hebben dat elke dag binnenkomt of elke maand binnenkomt? Hoi allemaal en welkom terug bij een nieuwe YouTube video. En vandaag gaan we het hebben over wat is nou eigenlijk passief inkomen? En dat is een vraag die wij wel eens vaker terugkrijgen, omdat niet iedereen nog doorheeft, denk ik, wat passief inkomen nou is en wat het nou echt betekent voor andere mensen. Nou, laat ik dus eerst beginnen met te definiëren wat passief inkomen is. Passief inkomen is inkomen dat je krijgt zonder dat je echt voor hoeft te werken of met kleine moeite moet werken zodat je continu inkomen blijft genereren. Dus het is niet afhankelijk van de tijd of de moeite die jij erin stopt om dat te genereren. En vastgoed is dan bijvoorbeeld een voorbeeld. De huren die jij per maand inkrijgt, eenmaal als je een goede huurder hebt die erin zit, die zal natuurlijk maandelijks gewoon zijn huur betalen. Of bijvoorbeeld als jij 10 miljoen euro op je bankrekening hebt, zou ook mogelijk zijn dat jij bijvoorbeeld spaargeld krijgt. Of als jij met mensen geld uitleent, dat je per jaar dan bijvoorbeeld 4% of 5% of 10% of 1% per maand gewoon rente continu terugkrijgt. En dat is dus eigenlijk allemaal geld dat voor jou werkt en jij daar dus eigenlijk niet voor hoeft te werken. En dat betekent passief inkomen. Dus dat inkomen gewoon blijft komen, ongeacht eigenlijk wat je aan het doen bent. En dus dat het eigenlijk met weinig moeite jij erin moet stoppen, zodat jij dat inkomen kunt blijven genereren. En je kunt jezelf afvragen of jij dan ook de passief inkomen hebt. Stel je nou zelf eens voor, als jij vandaag zou stoppen met werken, zou jij dan alsnog een inkomen hebben dat elke dag binnenkomt of elke maand binnenkomt? Nou, als het antwoord nee is, dan heb je hoogstwaarschijnlijk geen passief inkomen. En als het antwoord ja is, vraag je dan zelf ook eens af van, is dat genoeg voor mezelf om daarmee financieel rond te komen op een maandelijkse basis? Nou, het kan zijn dat je student bent, het kan zijn dat je een baan hebt, het kan zijn ook dat je familie bent of bijna met pensioen gaat. Ongeacht de situatie kun jij jezelf afvragen, als ik vandaag helemaal niks zou doen, krijg ik dan alsnog een inkomen binnen waar ik van kan leven? Als het antwoord daarop ja is, dan heb je financiële vrijheid bereikt. Dus jij hoeft nu niet meer te werken om jezelf, je levensonderhoud, je dak boven je hoofd, misschien je vakantiereizen of je auto te betalen. En dat is dan wanneer je dus echt financiële vrijheid hebt bereikt. En dat is dus ook een van de mooiste dingen waarom ik in vastgoed ben gestart. Omdat vastgoed de echte passieve vorm van inkomen is op lange termijn. En dat iedereen dat dit ook kan bereiken als ze dat ook willen. Nou, hoe ziet dan zo'n leven eruit als je echt passief inkomen hebt? Als je echt passief inkomen hebt, betekent dat je kunt zeggen van bye bye baas, of ik ben er vandoor, of ik vlieg nu naar, oh, we mogen trouwens niet vliegen nu gezien corona is, maar dat we vliegen naar of rijden naar Duitsland of België of Frankrijk of Spanje en daar een hele lange tijd verblijven. Oh, wacht even, Spanje heeft ook natuurlijk corona. In ieder geval elk ander land waar het gewoon lekker zonnig is en je kunt gewoon daar lekker relaxen. Ja? En dat is eigenlijk de situatie. En dat je gewoon zegt van, nou, geld komt gewoon binnen op mijn bankrekening, ik hoef niks voor te doen, geld komt gewoon binnen. Dus dat is dan dat eigenlijk. En dan kun je met pensioen gaan als je wilt. Dat kan zijn dat je 30 bent, 40 bent, 50 bent, 60 bent. Nou, weet je wat? Ik denk van, als je 30 bent en je bent al financieel vrij, gefeliciteerd. Ik denk nog niet dat je dan heel gelukkig zou zijn als je 40, 50 jaar op de strand zou liggen. Dus je kunt altijd kijken van, wat is nog meer mogelijk dan dat. Maar passief inkomen is dus eigenlijk hetzelfde bijna als financiële vrijheid. Als je natuurlijk genoeg passief inkomen hebt. Financiële vrijheid geeft je de mogelijkheid om te staan en gaan en wat je wilt doen. Zonder dat je eigenlijk daar continu hard voor hoeft te werken, zodat alles inkomen genereert en dat je daar maandelijks al zorgen over hoeft te maken. Dat is eigenlijk de korte samenvatting van wat passief inkomen is. Bedenk dan ook voor jezelf, wat zou dat dan voor je betekenen als je passief inkomen hebt in je leven en hoe je dat kunt verkrijgen. Vastgoed is naar mijn voorkeur natuurlijk een van de beste methodes. Maar er zijn ook andere vormen. Bijvoorbeeld als je een paar miljoen hebt, zou je dat kunnen investeren in aandelen. Of rente krijgen op je geld. Of misschien goede beleggingen doen waar elke maand heel veel dividend wordt uitgekeerd. Of ja, misschien denk je van, ik kan ook een e-commerce webshop opzetten waar dan maandelijks elke keer geld binnenkomt en ik hoef er niks meer voor te doen. Als dat voor jou werkt, dat kan ook natuurlijk. Bedankt voor het bekijken van deze video. Ik hoop ook dat het voor jou waardevol was. Vergeet jezelf niet te abonneren op ons kanaal, zodat jij ook meer waardevol content zult krijgen. En vergeet ook niet de video te liken. Mocht je wat vragen hebben, laat ze achter in de comment sectie hieronder. En ik zie je graag tegemoet bij de volgende video.